Maar dat stond eerst aan de academie, maar daar kwam dan een tram voor, dus dat moest verdwijnen. Daar hebben ze dat verzet, daar hebben ze dat helemaal achter op de meer gezet. En eigenlijk, als je dat goed bekijkt, op een hele hoge sokkel. Oh ja. Dus op die moment was Alkmaar al een beetje opgestegen ten einde, ja, maar zeggen. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd, ja, in tegenstelling met de andere schilders gaan we die sokkel toch maar terug verkleinen. Ja. En we zijn hier gezet op een even hoge sokkel als de andere. Ja. Maar je ziet ook dat er stond. Dat is echt enorm prachtig. Ja, ja, ja. Ik vond het prachtig. Ja. Dat is dus, vooral aan de protest die hier komen. Waarom dan toen de ijkse oog en de andere zo laag? Ja. Ik heb dat helemaal niet. Dat is maar hier terecht gekomen. En nu staat het vanaf het zwaard. En als je ziet, ja, je kijkt nu wel even schuin, maar je ziet hoe boven die engel. Ja. Het staat een beetje met elkaar in verbinding, denk ik wel. Dus drie van zijn zussen, vooral zijn oudste zussen, waren dus Begijntje. En die verbleven hier. En dat is regelmatig als Antoon van Engeland terugkwam. Het eerste dat hij doet was altijd een bezoek brengen aan zijn zusters die hier in het Begijn of verbleven. Dus we gaan nu. Dus dit is een Jacobskerk. En in deze kerk is het graf van Rubens. Dus Rubens ligt hier begraven. Oh, ja. Natuurlijk, er is nu toevallig een mis bezig, dus we kunnen nu niet binnen. Maar we gaan nog dingen genoeg zien straks. Hoor. Dus, maar dus hier is Rubens begraven geweest en ligt er nog altijd. Er hangt een schilderijtje van Antoon van Dijk, Christus aan het Kruis. Maar dat hangt ook bij ons in het museum. Ga je dus vanmiddag toch zien. Dus het lijkt dus identiek hetzelfde. Is dat dan een replica? Nee, het is een echte. Maar hij heeft dat verschillende keren moeten schilderen. Ja, 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 ja. Hij heeft er wel drie of vier keer geschilderd, de Christus aan het Kruis. Ja, ja. Wat ook belangrijk is in deze kerk, is dat zijn dochter, ja, dus zijn dochter Justina, die heeft dus hier, die waren dus ook gereformeerd geworden, omdat die dus heel veel in Engeland zaten, is hier terug katholiek geworden. En die is hier terug tot het katholicisme laten dopen, ja, 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 in deze kerk. Dus ze heeft dus ook wel met Van Dijk te maken natuurlijk. Ah, dus de Rubens heeft geschilderd dat hij ongeveer 16, 17 jaar was. En dan ga je zien in het Rubens huis. Thank you.
was, ze hadden zelfs een onderkast. En Frans van Eyck had 4 tot 5.000 in deze stad. Maar er is een brand geweest en die brand heeft alles verwoest. Dus er is eigenlijk niks meer te vinden nu van Van Dijken of van Ruus in de kerk. Het is trouwens ook niet open, we kunnen er niet in. Maar dit was het Jesuitenklooster. En de Jesuiten waren toen de tijd de rijke paters, zal ik maar zeggen. En die gaven dus heel veel opdrachten aan zowel Van Dijk als Rubens om schilderijen te maken. Dus deze kerk was heel belangrijk voor hen. Dat ze het voor iedereen kunnen krijgen. Maar ja, die hadden genoeg geweest. Alles in de hand. Leven van ja, als hij in Engeland is geweest, ja, dus de koning van Engeland heeft hem geridderd en daarin kreeg hij de naam Sir Anthony. Maar in feite was het Antoon van Dijk, maar in het Engels is het Anthony. Ja, dus dan,
tussen die huizen door heb je ook nog een paar stukken. En ja, natuurlijk, dat is spijtig genoeg, jammer dat ik allemaal weggegaan met de Schelde recht te trekken. Ja. Zonde, hè? Ja, inderdaad. Dat is in Den Haag ook zo en in Delft ook. Ja, op lange tijd heb je dit kunnen bezoeken. Het was eigenlijk een scheepvaartmuseum. Ja. Maar nu is alles hier weg en gaat allemaal naar het Maas. Het Maas is het nieuwe museum bij uitstek. Het staat Ginter verder door. Een volledig nieuw gebouw en daar gaat alles ondergebracht worden. Alle musea's alles. Ja. Ik vind het jammer, want de mensen gaan eigenlijk Antwerpen moeten uitvluchten om nog een museum te kunnen zien. Dus ja. Dat vind ik niet. Dat is jammer hoor, ja. Maar goed, misschien komen we dan van terug. Maar dat is eigenlijk het enige stuk al het Antwerpen dat we hebben. Dus we stonden ook al de tijden van Van Dijk natuurlijk. Tekenen, man. Ja, ik kan het.